Mij en mijn gitaar van Jean Thomas. En we hebben het over de lengte van een oceaan. Dat is de titel van jouw nieuwe boek, hè, Björn Soenens. Heb ik het goed als ik het zeg? Het gaat deze keer over de mens in Amerika. Wel, het moet altijd over mensen gaan natuurlijk. Hè. Een land is niks zonder zijn mensen, zonder zijn bewoners. En dat boek van mij dat gaat over alles wat ik al meegemaakt heb de afgelopen jaren. En ja, daarom ben ik hier ook correspondent, hè, Katrien. Niet om als een academicus over een land te schrijven en wetenschappelijke studies te doen, maar mensen te spreken, mensen te ontmoeten, de gedachten die over dit land te bestaan, te toetsen aan de werkelijkheid van hoe denken ze. Hè, want over Amerika wordt vaak gedacht, het zijn gekke mensen, er zijn veel domme mensen, er zijn veel rare mensen. Is dat ook zo? Waarom zijn ze zo? Hoe leven ze? En ja, al die omzwervingen staan nu in dat boek met verhalen van zwarte mensen, van arbeiders, van arme mensen, van studenten, van politici, ja. Van alles en nog wat. Dus het is een beetje mijn magnum opus. Het is 500 bladzijden en met talloos veel verhalen. Absoluut, ik heb er heel veel van gelezen. Het zijn mensen uit verschillende plekken in Amerika. Ik lees vooral, Björn, verbeter mij als ik het niet goed heb, heel veel zorgen. Ja, maar eigenlijk is dat altijd zo geweest. Kijk, je hebt die slogan, make America great again. Als je ja. daarbij stilstaat, Amerika is eigenlijk nooit great geweest. Niet voor mensen met een zwarte huidskleur, niet voor mensen met een bruine huidskleur, niet voor immigranten, niet voor... Er zijn altijd spanningen geweest, fricties. Dit is een enorm land in oppervlakte. Mensen kwamen vaak in conflict met elkaar. Het is ook een zeer hard kapitalistisch land. Je kunt hier zeer rijk worden, maar je kunt hier ook straatarm zijn. En vroeger was de gedachte, als je hard genoeg werkt en erin gelooft, dan ga je er geraken, dan ga je die Amerikaanse droom bereiken. Maar uit mijn omzwervingen blijkt vaak dat die droom niet echt bestaat, dat het soms voor veel mensen een nachtmerrie is en dat de kloof tussen mensen zo groot is geworden. En daar sta ik telkens weer van te kijken dat mensen overleven in zo'n moeilijke omstandigheden, dat ze 6 dagen per week het hele jaar door gaan werken, amper of geen vakantie hebben, niet rondkomen omdat ze te laag betaald worden. En met die coronacrisis is het alsof, Katrien, de mensen die mij vroeger niet geloofden, mij nu wel geloven. Omdat ze nu zien dat het allemaal boven komt. We zitten op een kantelpunt in Amerika waarop veel mensen lijken te beseffen dat er iets anders moet, dat het een beetje rechtvaardiger mag en dat dan die droom misschien wel bereikt kan worden. Ja, we hebben het over dakloosheid, over werkloosheid, over racisme, onbetaalbare woningen, een gebrekkige gezondheidszorg. Het zijn allemaal heel essentiële dingen. En dan denk ik, als ik nu in de plaats zou zijn van Trump, ja, ik zou het ook niet weten waar te beginnen. Wel, dat is de taak van een politicus natuurlijk. Hè? Van ja, de daarom ben ik geen politicus. Ja, voilà. Het probleem dat Donald Trump heeft aangehaald, was een probleem. Want iemand zei van, ja, dat is misschien de reden waarom Donald Trump verkozen is, omdat het daarvoor ook al niet zo groot was. En sommige mensen zeiden toen al, Amerika was groot, we hebben geen grote opschudding nodig. Kijk, de dingen zoals ze bestonden, werkten niet meer. En omdat mensen heel ontevreden waren en vaak beloftes naar hun hoofd kregen of bij verkiezingen van we gaan dit en dat veranderen en het veranderde niet. Mensen steken dat in hun hoofd en zeggen ik heb er genoeg van. Jullie beloven veel, maar doen niks. En toen kwam Donald Trump die zei dat hij alles zou veranderen. En vandaar dat de mensen zeiden van kijk, we gaan ervoor. Maar ik denk dat ze na 4 jaar vrij ontgoocheld zullen zijn, want ze hebben nog altijd geen ziekteverzekeringen. Integendeel, het is nog verslechterd. De fabrieken zijn niet teruggekeerd. De steenkoolmijnen zijn niet open. Zelfs de big wall, hey, we're gonna build the wall. Er is niet 1 kilometer wall gebouwd. Ja. De dingen die gebouwd zijn, zijn vervangconstructies. Dus hij heeft dan ook wijsgemaakt dat de schuld van de crisis zat bij immigranten, bij mensen die hun werk kwamen afpakken, bij de Chinezen of weet ik veel wat. Kijk, de wereld is zeer ingewikkeld. En als je alleen maar aandacht hebt voor de mensen die schatrijk zijn, steenrijk zijn, want hier, er wonen er hier veel in New York, maar dan krijg je dat hier. De beste symboliek hier in New York is de wolkenkrabbers met de mensen met een appartement van 200 miljoen en beneden aan de uitgang ligt de dakloze te slapen. Ja. Daar is een afstand tussen, bijna de lengte van een oceaan. Wolkenkrabber in plaats van een oceaan. Ja.
En als waarnemer denk je dan van waarom kan dat niet een klein beetje billiger? En dat heeft niets met links of rechts te maken. Waarom zou een leider, een politicus niet willen dat al zijn mensen een beetje tevreden zijn? Van een beetje tevreden tot helemaal tevreden. Maar niet sommigen heel tevreden en sommigen in de goot. Ja, je bent nu al 3 jaar lang een beetje een Amerikaan. Hè? Geloof je dat het ooit goed komt met het land? Ik hoop dat. Ik ben een vooruitgangsoptimist. En mijn vrouw Emma las gisteren nog, of beëindigde het boek dat ik had van Samantha Power. En Samantha Power is zo de VN-ambassadrice geweest van de Verenigde Staten. En die heeft haar memoires geschreven. Dat is die roodharige vrouw van Ierse afkomst, maar een Amerikaanse. En die is hier bij mij thuis, waar jij mij nu ziet, geweest om geïnterviewd te worden. Er was geen interviewplek. En die schreef in het boek, want ze is ook heel pessimistisch geweest over de toestand van Amerika, en ze zei, ik hoop dat we kunnen herstellen. En wel, ik hoop dat ook. Ja. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan je thuis, hè? En de vraag vooral, waar ligt die nu precies? Ligt die in Vlaanderen of ligt die in New York? Als ik in Vlaanderen ben, ligt die in New York en omgekeerd. En even dacht ik toen, potverdikke, Björn Soenens wil terugkeren naar Vlaanderen. Well, je leeft in je hoofd en in je hart. Dus waar je ook bent, je neemt altijd jezelf mee. En niets menselijks is mij vreemd. Ik mag er blij om zijn. Gelukkig, ja. En de titel, De lengte van een oceaan, verwijst altijd naar de afstand tussen mij en mijn kinderen. Tussen mij en mijn moeder. Vroeger tussen mij en mijn vader, die intussen overleden is. Tussen mij en mijn vrienden. Je wordt heen en weer geslingerd daarin. Zeker als iemand verliest, zoals toen mijn vader stierf. Dat is, ik noem dat in het boek. Het is alsof een rat aan je hart knaagt. Het is door een mijnenveld lopen. En zeker in deze crisis, toen we hier vast zaten, ja, liepen de emoties hier in ons huis soms hoog op, omdat je dan zegt, van waar zijn we? Waar willen we zijn? Waar willen we oud worden? Ja. Dat is moeilijk begrip thuis. En soms overvalt je heim mee, maar soms ben ik ook heel blij. Ik ben hier graag. Hè? Ik bedoel, soms vind ik Vlaanderen ook niet altijd leuk. En zie ik dat er veel gezeurd wordt en geneut wordt en gezaagd wordt. En mensen zagen je soms iets minder. En daar hou ik wel van. Maar ja, de mensen, ik wil dat toch meegeven. Als ze een boek lezen over Amerika met straffe verhalen, dat ze het eigenlijk niet slecht hebben in Vlaanderen. Dat mensen mogen blij zijn dat ze, als ze naar het ziekenhuis gaan, dat ze niet moeten denken dat ze failliet gaan gaan. Hier moeten mensen daarover nadenken. Als ze hun werk verliezen, dat ze een soort vangnet hebben. Hier is dat veel minder. De mensen vallen niet in een hangmat, maar ze vallen op een spijkerbed. Ja. Je bent nog altijd blij in New York. Ik ben een blij verslaggever. En ik doe niet liever dan vertellen. Ik doe niet liever dan vertellen over de wereld. En Amerika, dat gaat altijd liefde en haat zijn. Ik haat u. Ik hou van u. Ja. Zoals een echte goede relatie. Voilà, zo is dat. Heel veel stof tot nadenken en reflectie alvast. Je vindt het allemaal terug in jouw boek. Hè. Het is echt een dik boek geworden. Een mooi boek. Heel veel mooie verhalen. Ontroerende verhalen. De lengte van een oceaan. Jouw boek ligt vanaf vandaag in de winkel. Het is uitgegeven bij de Arbeiderspers. Björn Soenens, dank je wel om zo vroeg op te staan voor ons. En zorg goed voor jezelf daar. Hè. Zorg goed voor jullie ook. En altijd tot, welkom in Vlaanderen. Keer. Hè? Ja, doen we als we nog eens raken. Dankjewel. Dag. Siska, Anja, Catherine. Radio 2. De madame.